Ja, Jos, vandaag tegen nummer 4 van de competitie op dit moment, Roda Raalse. Was geen moeizaam begin, maar jullie kwamen 1-0 achter. Ongelukkig, maar jullie waren eigenlijk herenmeester. Eens, ik heb een goede eerste helft gezien. Op het moment van het doelpunt na. Maar ja, je kunt altijd in wedstrijden kansen tegen. Maar als je ook kijkt hoeveel kansen we in de eerste helft gecreëerd hebben. En sowieso over de hele, een hele attractieve pot. Waarin wij absoluut de bovenliggende partij waren. En meer dan terecht hier met de overwinning de 3 punten op de koerbelt houden. We hebben het vaak gehad over veerkracht. Nu kom je in de 7e minuut achter met 1-0. Maar jullie laten je allemaal niet van de wijs brengen, hè? Nee, dat zit onderhand al, is dat heel erg in de groep geslopen. We weten dat we bijna elke wedstrijd kunnen scoren. Daarin is het gewoon rust. Ik had ook geen moment gevoel op de bank van ik moet me zorgen maken we moeten wat omzetten. Na die goal zag je als vrij snel dat het spelbeeld volledig onze kant op viel. En ja, we ons het nalaten om eerder afstand te nemen. En, hoewel ik daar vandaag absoluut niet de nadruk op wil leggen, want we hebben uiteindelijk afstand genomen. En ook met 3 doelpunten verschil, dus ja, dat is gewoon goed. Ja, je gaat met 1-1 de rust in. Tweede helft verwacht je Roda Raalte, maar Roda Raalte was niet meer de Roda Raalte van de eerste helft. Ik moet zeggen dat ik vind dat wij niet heel erg goed uit de rust kwamen. Zij hadden een omzetting gedaan, althans daar leek het op, om met een dubbele 10 wat meer te gaan spelen. En daarin hadden we toch wel iets minder controle. Maar ik heb het gevoel dat dat 6-7 minuten was. En daarna werd de wedstrijd wat meer naar ons toegetrokken. Heel belangrijk moment waarbij Kevin Rijmink ons op de been houdt op 1-1. Dat was een cruciale fase in de wedstrijd. En ja, daarna word je gesterkt door de 2 doelpunten kort achter elkaar. En speel je nog gewoon een wedstrijd en ja, hebben we gelukkig nog de drang gehad om nog meer doelpunten te maken. Is het bij 4 blijven steken, maar het hadden er ook 7-8 kunnen zijn. Ja, want je had het over 2 doelpunten kort na elkaar, maar het waren eigenlijk 3 doelpunten. 62e minuut, 65 en 70. Ja, ik heb die 2 dan kort na elkaar gesterkt ons in het vervolg van het proces. En dan leg je Roda volledig over de knie. En is het een zeer terechte overwinning en een terechte uitslag. Enige manco was, maar het is vaker zo dat jullie jezelf niet eerder belonen of meer belonen met meer doelpunten. Ja, dat klopt, maar dat zei ik net ook. Dat is normaliter een manco. Maar nu staan we naar 60, 62, 65 minuten. Ja, frivolden we de wedstrijd gewoon uit. En dat was ook terecht. Dus uiteindelijk zaten we nou gewoon heel relaxed op de bank. Waarin we ook wel fases hebben gehad in dit seizoen al. Waarin we dan een billenknijpend op de bank zaten van het zou toch niet. Maar ja, dat gevoel is vandaag nog geen moment geleefd. Ja, goede overwinning dus. Bovenaan nog 1 wedstrijd voor de winterstop. Ik weet op dit moment nog niet wat Scherpenzeel gedaan heeft. Ik hoorde net dat ze 2 voor stonden, dus laten we het daarbij houden. Dus volgende week een mooie wedstrijd. Ja, eens. Ook vooral genieten van dit moment, want het is gewoon tegen een directe concurrent een hele duidelijke overwinning. En dan wacht inderdaad volgende week Scherpenzeel in Scherpenzeel. En, ja, we hebben op dit moment 14 wedstrijden gespeeld. We hebben er 9 gewonnen en 5 keer gelijk gespeeld. Waarvan die 5 gelijke spelen er 2 gelijke spelen bij zaten die wat 3 punten hadden moeten zijn. En voor de rest draaien we volgens mij crescendo en gaat het hartstikke goed. En ook met name wat dan het meest bijblijft nu na deze wedstrijd is dat het voetballend ook gewoon wekelijks beter wordt. En oogstrelende en we kunnen steeds meer genieten met elkaar. Dus ook compliment vandaag voor alle mensen die aanwezig waren op het sportpark. Mooi dat we elkaar zo steunen en hartstikke goed. Ik heb genoten niet alleen als Excelsior televisieman, maar ook als supporter. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, absoluut. Eens. Dankjewel.